Zo, tijd om even de camper te laten zien. Ik hoop dat het gaat met de wind erbij. Maar dit is hem, de Knauszun i900 leg. Nou, we gaan het even laten zien allemaal. Eerst om de diesel bij te vullen. Een luikje. Ja, waar ik eventjes al mijn technische spullen bewaar. Maar het gaat helemaal tot aan de andere kant van de camper. Volgende deurtje. Er staan de dubbele accu's. Maar de stroomkabel gaat daar naar binnen. Plug je daar achterin in. Zekeringenkast. De camper heeft de Aldenverwarming. Dus dat is wel lekker. Ja, hier de vuilwatertank en de schoonwatertank. Om te leeg te laten lopen, zeg maar. Borstbeveiliging, allemaal netjes opgeborgen binnen. Schoon water bijvullen doen we daar. Nou ja, lijkt me logisch. Er zit een gezette toilet achter. En hier bergruimte. Er staan nu een hoop lege kisten in. Dat we de spullen allemaal erin gegooid hebben. Bergvakken. Onder kunnen we nog het een en ander kwijt. Ja, en veel opbergruimte achterin. Fietsen moeten er nog in. Moeten er nog een beugel voor maken, die hebben we al. Nee. Achterkantje. Dan trouwens aan de brouwers dan. Even zoeken van de achterkant. En hier komen we bij het kastje waar je ook van binnenuit bij kan. Hebben we hier nog een luik? De bovenste plank kan er eventueel uit. En hier nog wat opbergruimte. En ook hier kan je naar de andere kant kijken. En daar hebben we mazzel. Hey mazzel! Hoi vriend! Hier achter zit eventjes op slot. Er staan de gasflessen. Buitenkant, dan gaan we even binnen kijken. Nou, hier zijn we binnen. Hier kunnen we lekker zitten. De tafel die kan je aan alle kanten verschuiven, is ook nog te vergroten. Kan je uitschuiven tot een grote tafel. Ja, cabine heeft niet zoveel veel verrassingen, denk ik. Het opvalt is dat er nog geen radio in zit. We willen een speciale radio erin laten zetten. Dus dat komt later. Even goed kijken wat we allemaal erop en eraan willen. Dus we hebben nu nog even een losse navigatie, maar dat wordt allemaal in één. Ja, mooi uitzicht. Wat we hebben is een luik wat naar beneden kan aan de voorzijde. Ja, dat kan dus helemaal naar beneden, zodat je er alles afsluit. Nou ja, de stoelen zijn verwarmd. Airco gaat door de stoel heen als je dat wil. Automatische versnellingsbak hebben we.
gerobotiseerde automatische versnellingsbak moet gebruiken. Ja, wat hebben we dan nog meer? Keuken. Drie keer schorstel. Grote opbergluiken onder de grond. De camper heeft een hele dubbele bodem, dus er kan genoeg in, zeg maar. Voor de camper heb je trouwens wel C1 rijbewijs nodig. Nou, kastjes. Allemaal met soft close, of die trekken het eigen automatisch dicht. Wat hebben we dan nog meer? De vriezer. Koelkast, vriezer. En we hebben de oven erin zitten. Daar zijn we ook erg blij mee. Nou, een kastje voor al onze kristallen glazen. Ja, die hebben we nog niet. We zijn niet zo van het kristal. Maar goed. We lopen wat verder naar achteren. Dan hebben we de wastafel. Ik zal het even zoeken welk knopje je moet hebben. 86.000 knopjes. Nou, kijk, dat is hem. Ja, overal zit eigenlijk verlichting in weggestopt. Verlichting rondom. Ja, we hebben dan gekozen voor een. Niet gekozen, want het zat erin. Want het was de camper stond al bij de dealer, zeg maar. Groot daklijk zit erin. Ja, aparte douche. Gewoon een douchecabine erin. Nou, even kijken hoe we hier naar binnen kunnen. Toilet. En een designradiator, maar ideaal om de handdoek even te laten drogen. Nou, je ziet het al, de deur is dicht. Dus je kan de badkamer eigenlijk helemaal afsluiten. Van de rest. Nou, dan hebben we nog de tv, kan ik even laten zien. De tv zit verstopt achter de bank. Nou, dat is een beste grote tv. Ideaal, we zijn er super blij mee. Nou, we gaan geen schotel op de camper zitten. We kijken eigenlijk tv altijd via de Chromecast. Ja, dat gaat nu net naar beneden, maar in ieder geval via internet krijgen wij tv. Ja, wat hebben we nog meer? Even kijken, we hebben nog wat vergeten. Hefbed. Deze goed inknijpen. Ja, normaal moeten de stoelen natuurlijk plat. Maar hier is nog een tweepersoonsbed. En weer verrendeld. Nou ja, dat is een beetje de binnenkant van onze camper. En als je kijkt, ja, dat is best een aardig end als je zo kijkt. We zijn er in ieder geval super blij mee. En ik hoop dat jullie een beetje een idee gehad hebben van de binnenkant. Zijn er vragen? Stel ze gewoon onder deze video, geen probleem. Abonneren kan op ons YouTube kanaal, vinden we heel erg leuk. Je wordt dan automatisch op de hoogte gehouden van nieuwe filmpjes. Nou, vindt u het filmpje leuk? Geef dan een duimpje omhoog. Dan weten wij dat we goed bezig zijn. Nou, bedankt voor het kijken. En ik zou zeggen, tot de volgende. De mazzel!